Slechte communicatie is de belangrijkste oorzaak van niet goed georganiseerde verkiezingen op 25 mei 2020 door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot deze conclusie komt het onafhankelijk kiesbureau. Minister Bronte Sommaharje van Binnenlandse Zaken zegt dat de miscommunicatie heeft geleid tot een niet goed georganiseerde verkiezing. Dat de vereiste resultaten bij een verkiezing wel zijn bereikt, komt dankzij de onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisaties, meent Sommaharjo. Nogmaals, ik wil niemand tekort doen. Wat gebeurd is, is gebeurd. U kunt wel op deze huidige leiding van het ministerie rekenen. U kunt op ons rekenen dat wij het nationaal belang boven het partijbelang of wat voor andere belang dan ook zullen prevaleren. U kunt op ons rekenen dat wij alle neuzen in de juiste richting, in één richting gaan wijzen. U kunt op ons rekenen dat we alle ego's opzij gaan zetten en met toestemming van de president en vicepresident dat de leiding van het ministerie de kar van de verkiezing persoonlijk zal trekken, zodat weer een perfecte verkiezingsorganisatie wordt neergezet. Als ik naar het nieuwe bestuur kijk van het OKB en CHS, als ik kijk naar de vorige leden van het OKB en CHS, ben ik ervan overtuigd dat met de samenwerking bovengenoemd een piece of cake zal zijn. De bevindingen van het onafhankelijk kiesbureau OKB zijn niet positief, zegt lid Rita Jumrati. Tijdens de pre-electorale fase is er niet zorgvuldig omgegaan met de gegevens van kiesgerechtigden. Annemarel Linger, ook lid van het OKB, geeft aan dat de algemene bevinding is dat er verkeerde instructies zijn gegeven. Voorbeeld is de instructie dat men tegen de wet in met de vervallen ID mocht stemmen. Het geselecteerd stembureau personeel had een heel laag niveau, zoals mevrouw Jumrati dat net zei. Ze wisten niet te durven, ze wisten niet te tellen. De wet was ook niet bekend, de wettelijke regelingen waren ook niet bekend. En de procesverbalen werden ook niet correct opgemaakt. Het OKB komt tot de volgende conclusie. De COVID-pandemie heeft inderdaad daar invloed gehad op de verkiezingen. Dat hebben we gemerkt bij de telling en de stemming ook. De stemming was ook verlengd met 2 uren, omdat het allemaal zo langzaam verliep. Daarna zijn de verkiezingen getekend door een groot gebrek aan professionaliteit, CQ-onbekwaamheid bij een aantal verkiezingsactoren. Partijpolitiek heeft helaas een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van en de beleving van de verkiezingen. Dat was Annemarel Linger, lid van het onafhankelijk kiesbureau, die ook fouten bij het bewilligen van kandidaten door politieke partijen noemt als een van de oorzaken voor het slechte verloop van de verkiezingen. Als aanbeveling wordt onder andere meegegeven het vaststellen van een calamiteitenhandboek die in vergelijkbare situaties zoals de COVID-19-pandemie kan worden gebruikt. Verder wordt het advies gegeven om assembleeleden te kiezen op basis van voorkeurstemmen en niet op basis van lijstvolgorde. Dit is namelijk niet wat de kiezer wil. Een ander voorstel is ook om de verkiezingen voor DR en RR op een ander tijdstip dan die voor DNA te laten plaatsvinden. Alle bevindingen en adviezen zijn opgenomen in het eindverslag verkiezingen 25 mei 2020 van het OKB.